Hallo, hallo, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik deze nail art, een hele leuke, ja een beetje voorjaars nail art eigenlijk, met bloemetjes. Jullie weten dat ik gek ben op bloemetjes en deze bloemen heb ik helemaal met de hand geschilderd. Daarvoor heb ik de buttercreams van Light Elegance gebruikt, de nieuwe collectie. Ik heb hier het doosje, dat is de Farmers Market, 6 buttercreams. Dat zijn eigenlijk gewoon hele gepigmenteerde paint gels. Vind ik echt super fijn om mee te schilderen, nail arts mee te maken. Ik heb ze hier allemaal al openstaan, ga ze er zo meteen bij pakken. En daarmee heb ik dus deze nail art gemaakt. Als basis voor de nail art heb ik deze kleur gebruikt. Dat is Take It Easel en dat is ook uit de nieuwe collectie van Light Elegance. Dat is de Artist Collection volgens mij. Daar heb je laatst ook al swatches van kunnen zien en ik heb er ook al een video mee gemaakt. En ik breng nu een tweede laagje aan van deze kleur. Het is een hele mooie lichte kleur. Een beetje nude is het eigenlijk niet eens. Het is lichter dan nude. Het lijkt eigenlijk wel een beetje op de kleur die ik op mijn eigen nagels heb. Een hele mooie lichte kleur. En ik vind het dus echt ideaal als basis voor een nail art. Want hier kun je weer met veel kleurtjes overheen. Het valt lekker op. En zelfs met wit kun je hier goed overheen. Dat steekt ook nog wel genoeg af. Dus echt een topkleur als basis voor een nail art. Nou, dit is het tweede laagje. En deze hard ik uit in de lamp. Nou, in principe kun je deze zo prima als basis gebruiken natuurlijk voor een nail art. Maar jullie kennen me, ik wil altijd graag nog een beetje extra's op de ondergrond. Een fleekje of een glittertje. En nu gebruik ik deze pretties. De premium pretties van Light Elegance zijn deze ook. Hele mooie glittertjes. En deze heet Amethyst. Echt super shiny. Heel erg mooi. Je ziet ze echt mooi blinken. Ja, zo zie je het goed, denk ik. Die zijn natuurlijk heel leuk om als ondergrond dan nog een beetje erop aan te brengen. Dat doe ik gewoon even met dit fluffy penseel. En ik dep gewoon hier en daar wat van die glittertjes. Dus gewoon een beetje willekeurig. Ik vind het gewoon leuk dat er op de ondergrond dan een beetje van die glinstering zit. Nou, dit is helemaal prima zo. Dan breng ik hier wel even een extra laagje topcoat overheen aan. Want je wilt natuurlijk wel eventjes die glitters insealen. En dan kunnen we hier overheen met de nail art zo meteen. Oké, de volgende stap is dus het bloemetje. Of meerdere bloemetjes. Ligt er natuurlijk weer aan hoe groot dat de nagels zijn en hoeveel dat je erop kan. 1 bloemetje is in principe ook prima. Of al doe je maar 2 of 3 blaadjes aan 1 kant. Ik maak meestal altijd halve bloemetjes. Ik vind dat er altijd leuker uitzien. Het is ook makkelijker om een half bloemetje aan de zijkant te doen. En dat lukt ook altijd beter. Als je een heel bloemetje doet, ja, ik vind altijd, dan moet je wel op 5 blaadjes uitkomen. En dat lukt ook niet altijd. Dus ja, ik maak eigenlijk altijd halve bloemetjes. En je kan dus ook, net als hier aan de onderkant of hier een beetje aan de hoekjes aan de zijkanten, gewoon 2 of 3 blaadjes doen. En dat is al meer dan voldoende. Ik heb hier alle buttercreams op een rijtje staan. Deze 6 zitten dus in die Farmers Market collectie. En alle producten die ik in deze video gebruik zijn allemaal verkrijgbaar via monai.be. Die hebben dus ook alle producten van Light Elegance. Super mooi. En de enige kleur die niet in die collectie zit is de witte. Nou ja, dat is een van mijn favorietjes. Die gebruik ik altijd. Hij is ook echt al bijna op. Dus die heb ik er nog even bij gepakt. Omdat ik wit altijd wel mooi vind. Lekker fris bij zo'n nail art. Ik heb hier op mijn paletje al een hoop kleurtjes zitten nog van de voorbeeldjes. Ik ga nu dus eerst beginnen met de bloemblaadjes. Dat doe ik met die roze kleuren, want ik heb hier nu wel alle kleuren openstaan. Maar deze grijze heb ik bijvoorbeeld niet gebruikt. Die grijze is Locally Grown. Dat is een kleur die ik voor deze nail art niet gebruikt heb. Dus ik kan hem er eigenlijk wel eventjes tussenuit halen. Dan staat het hier ook niet zo vol. En een andere kleur die ik niet gebruikt heb is deze oranje. Wel een hele leuke kleur vind ik. Ook leuk voor het voorjaar. Dat is Farm Fresh. Echt worteltjes oranje. Maar die heb ik ook niet gebruikt voor deze nail art. Dus die haal ik er ook even tussenuit. De rest heb ik wel gebruikt. Ik heb dus op de voorbeeldjes, ik weet niet of je het goed kan zien, verschillende kleuren gebruikt. Want deze twee lijken een beetje op elkaar. Deze vind ik iets meer peachy. Terwijl deze iets meer rozig is, denk ik. Maar ik heb dus een aantal bloemetjes gemaakt die op deze twee heb ik met die peach kleur gedaan. En deze wilde ik eigenlijk met dat roze doen, maar ik dacht dat dat misschien net te licht was. En die leek me weer net te donker.
Dus ik zit het hier aan te wijzen. Ik hoop dat je het goed kan zien. Dus wat ik toen gedaan heb, is die lichtere kleur even op een paletje gedaan. En een klein beetje van die donkere kleur. En dat gemengd. En dat gaf ook wel een heel leuk resultaat. Want dan heb je eigenlijk ook meteen die kleuren gemengd in het bloemblaadje. Alleen die kleur wil ik nu niet gaan gebruiken. Ofwel, ja, kan eigenlijk wel, hè. Kan ik het wel laten zien. Dus ik pak even een mespuntje van mijn spateltje. Van die roze kleur, die donkerroze, die is met sherry. Sherry picked. Echt heel leuk. Mooie kleur en een heel fijn shimmertje zit er ook in. En dan pak ik een heel klein beetje van die lichte kleur. Ook een puntje. Nou, dat leg ik even hierbij. En dat meng ik dan zo meteen gewoon door elkaar op mijn paletje. Dus kijk gewoon even wat je zelf leuk vindt. Hè? Welke kleur je zelf mooi vindt. Ik heb het gewoon hier op het paletje gemengd. Zoals je kan zien. Ik heb zo'n nail art penseel. Dit is gewoon een wat platter penseeltje. Iets breder. En daar kun je heel makkelijk die blaadjes mee maken. Nou, wat ik dan doe. Is gewoon een beetje zo van die kleur hier uitvegen. Pak ik een klein beetje van die roze. En dat doe ik er gewoon zo doorheen. Echt heel simpel. En ik wil juist een beetje dat het niet één egale kleur wordt. Maar dat het een beetje zo, ja, net een beetje gemengd is. Dat geeft ook een beetje die one stroke effect. Dat one stroke effect. Dat is het natuurlijk niet. Maar het is gewoon een hele simpele manier. Een hele simpele techniek om dus leuke bloemetjes te maken. Dus maak hier gewoon een paletje met wat kleuren. Ja, ik hoop dat het zo duidelijk is. En nu ga ik dus die bloemetjes schilderen. Ik maak er hier één. En eigenlijk heel makkelijk. Die bloemblaadjes zijn gewoon zo drie veetjes. Dus ik hoop dat je het goed kan zien. Kijk. Dit hoeft helemaal niet secuur. Nu, dan maak ik tussendoor wel even mijn penseeltje schoon. Want anders wordt het allemaal te rommelig en te vlekkerig. En dan doe ik hetzelfde nog een keer. Ga ik hieronder nog een bloemblaadje maken. Of nog een bloemetje. Dus ook hier pak ik weer wat van die kleur. Een beetje van dat lichte, een beetje van dat donkere. En ook hier maak ik drie blaadjes. Zo. En heb je wat kleinere nagels, ja, dan doe je iets kleinere blaadjes. En dan doe je misschien maar één bloemetje, kan ook prima. Ook hier veeg ik nog wat van dat donkerroze doorheen. Voor wat extra accentjes. Zo. Nou, dit hard ik nu uit in de lamp. Oké. En dan dus de volgende stap. En dat wordt met wit. En dat doe ik precies op dezelfde manier. Dan ga ik nog een paar van die blaadjes erin zetten. Met wit dus. Maar dat doe ik nog lichter. Ik wil dat die kleuren in het midden nog wat vager zijn met dat wit. Dus je maakt eigenlijk een heel dun veetje. Dan moet je even kijken wat je makkelijker vindt. Of je het van binnen naar buiten doet. Kijk, en dan krijg je eigenlijk ook meteen een beetje diepte erin. Een beetje verschillende kleuren. Oh, nou hang ik met mijn pink. In die roze kleur. Oké. Even kijken bij dat andere blaadje. Dus hetzelfde. Dus even kijken of je het van binnen naar buiten veegt. Moet je even kijken wat je zelf makkelijker vindt. Zo. Ja, en dat is het eigenlijk. Super simpel. Zometeen komen er nog wat andere stapjes. Maar zo doe ik het eigenlijk. Dus je moet niet te moeilijk denken. Of dat je te precies die bloemetjes moet maken. Dit is eigenlijk het enige wat ik tot nu toe heb gedaan. Dit hard ik ook weer even uit in de lamp. En dan komt de volgende stap. De volgende stap is met wit nog wat extra lijntjes erbij maken. Ik heb hier nog wel wat wit op mijn paletje liggen. Maar ik ga er nog een klein beetje extra bij doen. Pak ik gewoon weer even met mijn spateltje. Zo. En nu gaan we dus wat van die dunne lijntjes maken. En degenen die mij al heel lang volgen. Die weten dat ik vroeger ook altijd dit soort bloemetjes maakte met van die lijntjes. Die bloemetjes wil ik binnenkort ook nog eens een keer gaan maken. Maar nu maak ik dus wat van die lijnen zo eromheen. Om die blaadjes en een beetje in het midden. Hoeft ook niet super precies, want zometeen in het midden komt nog een beetje van die groene kleur. Die fellere die hier nog zit, die kleur. Maar nu gaan we gewoon hier en daar wat van die witte lijntjes om de blaadjes heen doen. Dat geeft een heel leuk effect. En er komen ook nog stipjes in het midden, dus... Maakt niet uit als het niet helemaal perfect is. Maar probeer een klein beetje wel de lijntjes een beetje smal uit te laten lopen aan het uiteinde. Een beetje in een puntje. Dat ziet er het mooiste uit. Dat doe je ook zo bij de andere blaadjes. Oké.
Oké, als je dat hebt uitgehard, dan ga je nog wat van de groene kleur aanbrengen. Heb je deze kleur nou niet of vind je dat niet leuk? Je kunt ook altijd gewoon een andere kleur pakken. Hè? Je kan ook bijvoorbeeld wat paars of wat geel doen. Of, ja, of je kan het zelfs ook overslaan. Maar ik vind juist dat groen wel lekker fris erbij staan. En het is niet eens heel fel of heel opvallend. Maar je hebt net een leuk groen fris accentje hier in het midden. Dus ik doe eigenlijk gewoon een beetje in het midden van dat bloemetje. Maak ik wat accentjes. Dan hoeft het allemaal niet zo heel precies. Want het is juist wel leuk dat het een rommelig bloemetje is. Tenminste, in dit geval vind ik dat wel mooi. Nou, ook dit hard ik weer uit in de lamp. En dan is het tijd voor de stipjes. Even kijken of die een beetje focust hoor. Yes. En die stipjes ga ik nu doen met donkerroze. Die Cherry Picked. En ik doe er ook nog een paar witte bij. Maar ik begin met dat roze. En die zet ik in het midden van die bloemetjes. Dat steekt weer lekker af, omdat daar wat lichtere kleuren zitten. En ik zet hier gewoon wat verschillende stipjes. Je kan ze wat preciezer doen, een paar kleine strakke stipjes. Maar je kan ook een beetje van die rommelige stipjes gewoon over elkaar heen zetten. Wat je zelf leuk vindt. Ik had eerst bij het eerste voorbeeldje geloof ik wat strakker gedaan. Maar ik merkte dat ik dat minder leuk vond. Ik dacht, ik zet ze gewoon een beetje over elkaar. Kijk, dat ziet er wel cute uit. Hier nog een paar. Zo. En dan maak ik nog een paar boogjes. Dat vind ik er altijd heel leuk uitzien. Even kijken hoor. Hier. En dan zet ik gewoon een paar van die roze stipjes. Even kijken of die focust. Die, ja. Dat was ook wat ik vroeger altijd deed. Die boogjes met die stipjes. En dan een beetje zo van groot naar klein. Ik ben heel benieuwd wie mij toen al volgde. Toen ik deze bloemetjes met die stipjes al maakte. Doe je duimpje omhoog als jij er toen al bij was. En als je niet weet waar ik het over heb. Kijk maar eens terug op mijn Instagram. Moet je echt wel ver terug scrollen. Dan zie je die bloemetjes. En ook bij mijn video's. Ik denk dat ik 3 jaar geleden of zo ook wel een paar video's heb gemaakt met deze bloemetjes. Zo vind ik de stipjes leuk, die roze. Die laat ik zo. En dan ga ik nog een paar witte stipjes zo hier in het midden zetten. Ook dit hoef je niet per se te doen. Maar ik vond dat er ook wel leuk uitzien. Ja, ik vind altijd een nail art wordt meteen leuker als er stipjes bij staan. En hier zit dus dat glitter. En dan vind ik dan juist wel weer leuk als het een beetje zo over dat glitter heen loopt. En een beetje zo hier in het midden. Dat het net een klein beetje wordt opgevuld. Zo. En als dat uitgehard is in de lamp, gaat natuurlijk de topcoat eroverheen. Dan smelt ook helemaal mooi dat bloemetje samen. Zie je ook nog mooi die glitters er doorheen. Dit hard ik uit en dan laat ik je zo het eindresultaat zien. En tadaa, hier is die. Ik vind hem echt super mooi. Ik vind het echt hele realistische bloemetjes lijken. Tenminste, voor zover het realistisch kan zijn natuurlijk. Maar ik had laatst ook van die dubbelstamping bloemetjes gestempeld. Was ook heel mooi. Dan zie je ook zo dat kleurverschil, die verschillende laagjes. Nu heb je eigenlijk een beetje datzelfde effect, maar dan heb ik ze gewoon met de hand geschilderd. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ga deze even op het plankje erbij plakken natuurlijk. Haal ik hem eraf, doe ik dat plakgommetje er weer achter. En dan plak ik hem erbij. En dan heb ik weer een mooi setje. Je hoeft dit natuurlijk niet zo op alle 5e nagels of alle 10e nagels te doen. Je kan dit ook op 1 of 2 accentnagels doen. Maak je de andere nagels gewoon mooi roze of nude. Iets wat er leuk bij past. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Als je het een leuke nail art vindt, doe je duimpje omhoog. Ik wil je natuurlijk weer heel erg bedanken voor het kijken. Nogmaals, alle producten die ik in deze video heb gebruikt zijn verkrijgbaar via monai.be. En de link van die webshop staat onder deze video. Bedankt voor het kijken en ik zie je heel snel weer in de volgende video.